Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik terug samen met Joran en Tim voor meer Minecraft Skyblock. Ja, dit is episode 8. Maar ja, Tim, wat doe jij hier in godsnaam? Je hoort hier niet. Wat doe jij hier? Ik kwam online op Skype. En toen vroegen jullie of ik mee wilde doen met Skyblock. Ja, dus klopt. Jurk aan mijn neus, ja. Maar goed, ik gebruik hier dus shaders. Ik ga vanaf nu denk ik heel veel shaders gebruiken. Tenminste, als jullie het leuk vinden. Dus ja, laat even achter of ik shaders moet gaan gebruiken voor Skyblock natuurlijk. Als je niet kan oppassen, spring je gewoon. En ja, we hebben aardig wat commentaar gekregen dat we minder moesten gaan schelden. Dus dat gaan we ook doen. Maar goed, deze boom die blijft hier altijd staan. Want dit is de heilige boom. Oh, heilige boom. Oh, heilige boom. Oh, heilige boom. En jullie moeten dan de boom gaan vereren. Maar goed, daar komt nou tree farm. Dus ja, ik ga even boompjes planten daar, oké? Okay? Of nou, ik ga eerst even sneeuw schuiven. Of nee, ik ga met farm beginnen, dat is wat ik ging doen. Of nou, in ieder geval, kan iemand er eerst even bomen gaan planten, alsjeblieft? Waar liggen die saplings? Nou, dat zit hier allemaal wel in, even kijken. Oh, ik heb een bush. Joran forever was pricked to death, haak, ja. Ik ga eerst even kijken wat ik daar allemaal nodig heb. Ik word gek van dit texture pack die ik aan heb staan. Kijk, oké, wel, hier komt dus een, dit is dus in principe het hele pad en alles. En dan is hier plek voor zooi, en dan is hier plek voor zooi. Hebben we niet meer dirt? Cobblestone stairs. Hebben we nog meer dirt eigenlijk, jongens, of wat? I don't know. Ja, 20 dirt. Ik heb 20 dirt. Ja, mag ik dat alsjeblieft? Ik geef jou de 10, want ik ga ook planten. Jij kunt er beter 5 meenemen, of 3 of zo. Want we hebben echt geen wood nodig, in principe. Ja, dank je. Dit is prima. Zit er nog ergens voer of zo? Nee, we hebben niet echt veel. Jij hebt nog steeds die melon seeds, nog steeds niet geplant. Nee, ja, Ronald, die is dus met die farm bezig. Ik ga wel cobblestone minen ondertussen. Ik ga even aan de andere kant, want dat is de veilige kant. Even kijken. Moet ik beginnen met die tree van dan waar die mob spawner stond? Tim, hoeveel dirt heb jij? Nu, op dit moment 5. Verdorie, ik heb de 5 nodig, even kijken. Nou, kort ik het iets in, dat wil ook wel in principe. Want dan kunnen we meer verbouwen. Want ik wil hierachter dan het soort farmschuurtje gaan maken. Met dieren of iets in die trend. Dus dan kunnen we dit maar beter. Kijk, halen we dit weg. Ik ga een ladder maken. 3 maar ladders. Die story valt soms zomaar uit, dus. Kan ik dan niks even aan kijk, oké, okay, nou hier komt dus aan deze kant komen dan parmelis. Ik neem even de helft van, ik neem even 28 kobbel mee. Ja, is prima. Ik heb nog 3 dirt hier, dat zit in de chest, dus ja. Even kijken, het scheelt wel lekker voor voet, dus dat is sowieso goed. We gaan ook binnenkort een keer beginnen met de mushroom farm, want dat moet ook gewoon echt een keer gaan gebeuren. Oké, okay, zo. 3 letters. Even 1 bucket meenemen. Met water, want die hebben we nodig namelijk. Oké. Okay. Wel, zo groot wordt het dus. Dus dat wordt 1, 2, 3, 4. Johan, kun jij kobbel gaan mijnen of je die niet trend? Ja, daar was ik al mee bezig, maar ik was zelf aan het checken of er niet kobbel tussen de spawnen was gevallen. In een van die waterpoeltjes. Ja, oké. Okay, ja, ik vroeg het even. Ik heb nu ook een nieuw pikkelwieltje nodig. Dus. Shader ziet er echt zo episch uit, gewoon niet normaal gewoon. Dat zit niet standaard bij Optifine, toch? Nee, maar Optifine zit wel volgens mij standaard bij Shader, dus ik weet het niet. Nou, dat vind ik niet normaal, hè? Wat fuck? Dat was ik. Even kijken. Oh man, okay. Ik heb een schoorsteen met hoog. Dan halen we dit weg, zo. Doe ik krijg een hoog piepstemmetje met dat rotkamp. Ik heb daar zoveel geschild op het kamp, dat wil je niet weten. Oh god. Even kijken, ik vind het best wel chill dat Shaders gewoon ook werkt met Spex en ook met John Smith en zo. Dat zijn eigenlijk de enige texture packs die ik gebruik, maar whatever. Oké, ik kom dat tekort. Gaan we nog even wood halen. En dan gaan we beginnen met planten. Even kijken, zo, even wat wood. Oh, wacht, kijk, we hebben sticks en we hebben 2 kobbels. Yo, kijk eens. Ah? Daarvoor heb ik dat juist gemaakt, hè, zodat je daarin kan als de cobblestone achter is gevallen. Even planken. Wat is dit? Oh, dat is bedrock. Ja, dat ziet er best wel raar uit met Johnson. Ja, maar je mag absoluut niet onze heilige boom onteren, want het is de... Oh, heilige boom. Oh, heilige boom. Jullie moeten de boom gaan vereren, jongens. Ik heb nog niks waarmee ik kan vereren, dus. Nee, gewoon voor een buigen. Oh, heilige boom. Oh, heilige boom. Oh, heilige boom. Oh, heilige boom.
Het is de heilige boom van Skyblock, vanaf nu. Ja, Ronald is nogal goed gelovig, dus. Yes, ah ja, nee, even kijken. 1, 2, 3, 4, oké dan, wel, water. Nu kan ik steeds heen en weer gaan lopen voor waterbuckets. Of nou ja, één keer nog, zo. Nou, dan ga ik zometeen maar eens de farm afmaken. Even kijken, oh mijn god, die moet hier en dan dit kan dan daar. En dan die, maar serieus, hoe gaan we aan meer dirt komen? Ja, niet. Er is niet meer. Niet. Dat is best wel jammer. Ja, maar we hebben niet echt wood nodig, want we hebben nog een stack met wood. Dus we hebben het niet nodig straks. Zo, nou oké, nu moet ik een hootje maken. Maar die heb ik niet. Dan moet ik eerst even een pickaxe maken. Ik wil eerst even die muur klaar hebben. Dus. Oh, hier ligt een blokje. Er zitten nog muurtjes in de chesten. Ja, en ik ben nu al cobblestone voor ons aan het hakken. Ik heb al bijna een stack, dus. Waarom heb ik een schep gemaakt? Waarom is een hoe in de vorm van een schep? What the fuck, serieus? Alleen je houdt het niet zo raar vast. Hoe kwam je ook weer hier aan? Ja, aan iron en zo. Ja, niet. Ik ben echt helemaal vergeten. Naar de echte wereld gaan. Ja, dat kan niet. Jawel, dat moeten we uiteindelijk wel doen. Dat is een van de dingen die we ook moeten doen. En het ringen verslaan. Ja, dat ook. Dat is ons persoonlijke ding wat we willen doen. Ja. Maar naar de echte, naar de normale wereld gaan is ook een van de dingen die we moeten doen. Maar hoe ga je nou weer naar de normale wereld? Bouwen. Ja, heel veel cobblestone. Misschien wat tracks na een tijdje, zodat we weer terug kunnen komen met rails. Ik heb een keer gezien, ik weet niet meer welke YouTuber er was, maar die had echt zo'n compleet gemotoriseerd rail system gemaakt. Met daarnaast een piston system. Zodat als je er dan iets in gooit, dan wordt het met de pistons naar een andere, naar jouw skyblock of naar de bewoonde wereld gebracht. Echt heel mooi. Kijk, het is mogelijk om te doen. Het is niet. Zo, ik heb weer heel wat cobblestone gestort en nu pleeg ik heel veel zelfmoord omdat ik honger heb. Ik weet echt niet wat ik nu even moet doen, maar ik denk dat ik even trappetjes Jordi, voor jouw informatie. Ik samen met Joran cobblestone gaan mijnen. Jordi, ik weet niet of jij ons serie hebt gezien. Het is Tim, niet Jordi. Tim, wat? Facepalm. Nee, maar als je onze serie hebt gezien, dan weet je misschien dat ik nog een veel zelfmoord pleeg in de aflevering. Oh god, altijd ijs, nee. Oh, ik zat er wel voor. Moeten we torches gaan planten, geweldig. Heb je nou moet torches? Dit houdt hier ook niet weg, dit. Oh ja, verdorie. Nou, ik ga even zelfmoord plegen en dan kom ik met torches en alles. Zodat we in ieder geval de farm als kunnen gaan. Als je kan oplossen, heb je niet de emmer of wat dan ook bij je? Nee, ik heb het allemaal gestoord. Oké, want ik heb de emmer nu over nodig. We hebben best al een settlement van onder, best wel chill. Wow, het ziet echt episch uit als je dive met shader. Ziet echt fucking epic uit. Oké. Okay. Nou, oei, hallo. Auw, pijn. Nou, even kijken. Goed. Ik pak over de bucket. Hebben we alles in principe? Nou, ik pak de seeds wel. En de hoe. Hebben we torches al? Oh, kijk, er zijn bomen. Ik zal wel gegooid. Even wat spul op gaan koken. Er zijn al wat bomen gegooid. Nou, dan ga je die toch hakken. Ja. Wow, opeens sprint ik, zonder dat ik iets ervoor deed. Pumpkin seed hebben we nodig. Een melon seed hebben we ook nodig. Hebben we alles in principe of wat? Ja, lijkt me wel. Ik heb wat water erbij. Zijn er geen torches meer, of? Ja, ik weet het niet. Ja, we hebben nog wel kool. Charcoal, dus. Ja, ik ben ook aan het koken, dus. En hoeveel torches heb je nodig, denk je? Dat weet ik niet. Veel 8. In ieder geval. Veel, heel veel. Dan maak ik wel voor 6 charcoal. Hebben we nog bone meal eigenlijk? Hier heb ik torches. Meneer Ronald. Ronald. Ja. Ik heb hier torches. Kijk, ik ga ze nu uitkotsen. Hebben we nog bone meal eigenlijk? Zoals je dat zijn alle torches. Want nou moeten we in principe gaan beginnen met een. Ja, ik weet niet of een boom of een farm. We kunnen ook zo'n farm in de lucht maken, maar. Waar is de. God dang it, ik heb laatst hier nog boommeel in gedaan. Die is nu opeens weg. We kunnen zo'n mob spawnen in de lucht maken. Ronald, jij eet toch geen boommeel op, hè? Ik heb iemand opgesmikkeld, ik weet niet. Nee? Niks. Ik weet niet of jij. Eet jij boommeel, Tim, als Chewbacca? Nee. Jawel, Chewbacca's eten boommeel, stiekem wel. Kijk, ik ben wel lekker. Kijk, ik ga er gewoon heel trots op. Aha, dus je hebt het wel gegeten. Maar het is wel lekker. Nee, we houden van bossen, niet van boommeel. Dat blijft tegen tussen je tanden zitten en dat is niet lekker.
Nee, je bent gewoon hond dus blijkbaar. Zo, En ik nou, ga ik weer heb zo. geplant. Ik weet niet wat dit gaat doen, maar het zal allemaal wel. Ik Nou, zal nu er moeten we dus in principe gaan beginnen met überhaupt het eiland. Nog een wilp en Geronimo! zo. Ik zorg wel voor het farmen. Geef mij Hoeveel maar de kabel hol. hebben we? Hoeveel kabel hebben we? Ik pak de hol. Oké, nou, ik ga even bezig met de mob trap, oké? Ja, en ik ben wel de farmer voor ons. Waarom Ja, waar zullen we de mob trap spawn ik maken? hier? Huh? Oh, kijk, nu span ik eigenlijk goed. Waar zullen we de mob trap maken? Hier Ja, zo? de spawn range is nogal groot vandaar, Tim. Dus. Ja, nogal heel, 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 Je hebt, heel nou, erg. maar vanwege dat we het eiland hebben uitvergroot, is de kans dat je er nu afvalt veel kleiner dan in de eerste aflevering. Ja, veel kleiner. Oh, wacht, het eiland moet eerst nog groter, oké. Maar waar zullen we de mob trap gaan bouwen Ja, dan? ik heb er al een soort van padje gemaakt, maar ik ga eerst even, denk ik, even uitrekenen hoe ik het met de fences Je ga kan doen. het op de grond gaan doen en in de lucht. In de lucht, dan. Wauw. Lol. In de Ik heb lucht, nog dan vallen ze in één even. keer dood en dan hoeven we ze niet eens te mappen, maar dan krijgen we geen XP. Ja, we Want willen je wel XP, bouwt. want we willen eventueel kunnen enchanten. Toch of niet? Ja, dan moeten we een XP farm maken en dat wordt echt moeilijk. Dus ik weet niet of jullie dat willen, dat gaat wel wat afleveringen kosten, denk ik. Even kijken, dan hebben we er hier een en dan zitten er in drie tussen, oké. Okay. Ik ga desnoods nog even cobble Dus minen. Maar hier hoe een en dan werkt doe ik het dat? even met Zo torches. toch? Werkt het als het goed is? Nee, Ja, je moet zo. onderste blokken weghalen. Nee, maar dan Ja. moet je er niet in gaan lopen. Kijk, super funky. Ja, die haal je weg, ja, en die. Die twee. Alleen, er is één probleem met de kant waar jij nu staat. Je kan er namelijk Zo. niet uitkomen. Dus je moet één van de blokken weghakken en daarna meteen weer herplaatsen. Het is dom, we weten het, maar het kan niet anders. Op een of andere manier is dat een glitch die op een of andere manier is dus gekomen en daardoor hebben we wat kleine Maar je probleempjes kan er ermee. hier wel uitkomen. Ja, aan de andere kant kan je er wel gewoon uitkomen, dus dat is ook wat Oh. vreemd. Dat is echt glitch, ja. Glitchy Minecraft. Ja, dat is Minecraft toch. Minecraft is gewoon geglitcht, jongen. Mooi Jan, je weet wat je moet doen. Waarom fluit ik? Dat irritante deuntje. Trouwens, Ronald, jouw toortjes werken niet tegen ijs. Oh shit, Nee? mijn recording Nee. is gestopt. Mijn recording is gestopt. Dat is pech, recording weg. Ik vond, trouwens, die jongen waarmee ik dus dat Skyblock doe, hè, Ronald, die fan van jou, Ja. die zei dus ook al van, heb je de 6 uur faal stream al gezien? Oh. Ik vond jouw titel trouwens voor dat filmpje best wel grappig. Dat is pech. 6 uur de livestream weg. Ja, 6 uur stream weg. Dus Ronald kan wel rijmen. Dat moet ik aan de juf vertellen voor als we een rijmopdracht moeten doen. Oh my Oké, hoe god. ga ik dit oplossen? Ja, ik ga gewoon weer streamen. Yo mensen, ik ben weer terug. En hij crasht weer meteen. Wauw. Leuk story. Ligt het aan mijn PC? X-story. Je faalt gewoon net, ja. Dat moet dan aan mijn PC liggen. Ik ben de farmer, wegwezen. Get off my lawn. Is mine. Oh ja, Mahout. daag je me uit? Daag je me uit? Nee, ik ben gewoon de boerderij, dude. Ik hou van farmen. Hey, waarom word je met mij? Hoe kom je eigenlijk aan die axe? Ja, dat is mijn favoriete wapen. Oké. En Ik hou hoe de van fuck, Tim, toast. kom jij daaraan? Dat wil ik weten. Ja. Oh, het helpt wel tegen ijs. Op sommige plekken, niet op alle plekken. Plaats je gewoon overal torsjes. Nee, maar het duurt even voordat het dan weer weggaat. Dus vandaar. Ik dacht dat het gewoon compleet niet wegging. Volgens mij maakt het helemaal niet uit dat het bevriest. Dat weet ik voor het zegt. Nou ja, ik kom terug en ik hoop dat ik cobblestone inzet. Groeit de zooi al wat of niet? Ja, het groeit wel. Niet op z'n allersnelst. Ze doen Nee. wel lekker rustig aan, maar. Maar goed, in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dit was Ronald, samen met Tim en Joran. Ja, dat is ook goed, wel aardig. Maar goed jongens, wil je nog wat zeggen? Nee hoor. Nou oké, okay, wij gaan met z'n allen ongeveer 3 stacks met kobbelmijnen per persoon. Zodat we zo meteen in de volgende episode de mob spawner volledig af kunnen maken. Nou, ik ga proberen 3 stacks wheat en alles in één persoon te krijgen. Ja, oké, okay, ik ga gewoon kobbelmijnen en ja, ik ga eens even kijken hoe ik die mob trap wil doen. Ik denk
Dat ze er zo doodvallen of zo. Alleen ik weet niet hoe ik dat precies moet doen. Maar daar gaat Tim mij bij helpen. Dus ja, maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. En laat even wat likes achter, wordt erg gewaardeerd. En wel, dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Dus ja, later mensen.